Ik heb ook een uitkering, dus voor mij is het niet een reden omdat ik een uitkering heb om verkeerde dingen te gaan doen, maar juist creatief zijn en kijken wat kan ik wel doen zodat ik die slechte dingen niet meer hoef te doen. Het lijkt misschien op het eerste gezicht een verlaten terrein, maar hier op de Binkhorstlaan heeft Hagenees Fouad van den Berg grote plannen. En dat heeft een bijzondere reden. Nou, ik heb zelf wel een verleden met justitie en hulpverlening. Ik had een tijdje gezeten, ik kom vrij. En toen dacht ik van, ik moet wat anders gaan doen. Welke ervaring heb ik? En hoe kan ik mijn ervaring inzetten om te voorkomen dat ik zelf afglijd, maar ook dat vooral anderen af gaan glijden? En dus is hij Hart van Den Haag gestart. Een initiatief dat hij met zijn hele hart uitdraagt. Wij zijn een werkproject in samenwerking met Achterban Werkt op Slag Haaglanden. En wij helpen jongeren en ouderen aan een zinvolle besteding van hun tijd. En die tijdsbesteding kan op verschillende manieren. Ze kunnen hier onder andere ervaring opdoen in houtbewerking, timmeren, schilderen, zagen. Schroeven, schuren, vervaarden, recycling en klussen van Opslag Haaglanden. En daarlangs is er ook Kortom, er is genoeg te doen. En je kunt er ook nog wat aan verdienen. Zo heeft een aantal jongeren een boot opgeknapt die ze nu gaan verhuren voor inkomen. Een van de jongeren is Hamza, voor wie dit project een grote impact heeft. Mijn dagen hiervoor zagen er heel anders uit. Ik was meer bezig, ik was meer op de straat. En Fouad, die ken ik zelf een jaar lang. Hij heeft me heel vaak gepusht eigenlijk om ook mee te doen met het project. En ja, ik ben er gelijk mee aan de slag gegaan en ik vind het zelf heel leuk. Voor Fouad is het duidelijk wat hij wil bereiken. Dat meer en meer jongeren en mensen gebruik maken van hun talenten. Hun talenten gaan delen. Maar ik wil ook bereiken dat we straks een werkproject hebben of een non-profit stichting of een vereniging hebben die hun eigen inkomsten hebben gerealiseerd. En daarmee gaan wij maatschappelijk mensen tegemoetkomen. Ik heb ook een uitkering, dus voor mij is het niet een reden omdat ik een uitkering heb om verkeerde dingen te gaan doen, maar juist creatief zijn en kijken wat kan ik wel doen zodat ik die slechte dingen niet meer hoef te doen. Mocht je ook aan de slag willen, dan kun je vanaf nu bij Hart van Den Haag terecht. Ze kunnen zich sowieso aanmelden bij Achterban Werkt. Die kunnen altijd bellen. Je kan je aanmelden binnenkort op Facebookpagina Hart van Den Haag. En als je mij ziet op straat of in Den Haag rondlopen en je denkt van hey, trek me aan mijn mouw, aan mijn jas. Ik ben altijd bereid om je te woord te staan. Bij 1,97 meter, dus ja toch?